energieprijzen rijzen de pan uit. Wat vinden we daarvan? Die energieprijzen, het is verschrikkelijk op dit moment. Hoe kijk je daarnaar? Ja, dat is, verschrikkelijk valt wel mee, toch? Ik bedoel, dat ligt een beetje aan wat je te besteden hebt, denk ik ook. Nou, ik heb begin dit jaar af laten sluiten voor 3 jaar tegen het oude tarief. Dus de eerste 2,5 jaar gebeurt me niks. Nou, ik vind het gewoon belachelijk wat er nu aan de hand is. Ze hebben zelf allemaal in de hand gewerkt dat er nou gastekorten dreigen. En dan zadelen ze de burgers erbij op. Ik zit nu op een gasverbruik van 124 euro per maand. En ik heb een nieuw contract, moet ik het 1 december afsluiten. Dan ga ik naar bijna 200 euro in de maand. Dus ja, het is gewoon belachelijk wat er nu gebeurt. Ik heb gelukkig een vast contract, dus was net opnieuw afgesloten. Dus kan even 3 jaar vooruit. 3 jaar vooruit? Ja. Want stel dat het echt omhoog zou gaan zoals ze nu voorspellen, wat zou dat voor u betekenen? Dat ik het gewoon niet meer kan betalen. Ik heb al jaren een bijstandsuitkering, dus dat gaat hem echt niet worden dan. Het moet ergens vandaan. Kunt u nog besparen? Nee, kan ik niet. Niet? Nee, echt niet. Dan zou ik hem echt verwarming niet meer aan moeten zetten. Of dat wordt te erg, toch? Brood overstappen, niet koken, die dingen, weet je. Of minder douchen. Dus dat, daar gaat het niet. Wat zit er nu maar net in? Dus dat, Je moet het gewoon betalen, punt. Alleen, het mag wel een stuk minder. Want ik vind het overdreven als ik zie hoeveel belasting dat erover gegeven wordt. Want hetzelfde met benzineprijzen, van 3/4 is ongeveer belasting. Dus het kan makkelijk een stuk naar beneden dan met de belastingen. En dan kun je al een stuk beter energie weer met die energie omgaan. Ik heb van de week toevallig een prijsverhoging doorgekregen van de Gerbra's. Kostprijs nou 50 cent, die verkocht ik 10 voor 3,50, 35 cent per takje. Maar de kosten nou 50 cent en die gaan waarschijnlijk binnen nou een half jaar naar 1 euro per tak. Dus er komen schaarste aan bloemen. De bloemen worden echt duurder. Daar ben ik echt bang voor. Ja. Hoe kijk je naar Groningen weer open? Dat heb ik me ook wel bedacht. Dat eigenlijk waarschijnlijk een van de grote oorzaken is. Dus het is natuurlijk vervelend voor de mensen in Groningen als je daar wat meer zou gaan doen weer. Maar misschien wel onvermijdelijk. Nee, niet voor de Groningers. Niet voor de Groningers. Voor ons misschien wel, maar niet voor hun. Dus, Als het aan mij ligt, kijk, hier in Nederland is er volop gas. Ze moeten het eerst vandaan halen uit Rusland of Groningen, mijn part. Maar wij mogen toch niet de dupe worden? Ja, dat is moeilijk te beslissen. Hè. Mensen hebben zoveel ellende. Dat vind ik eigenlijk dat dat niet moet kunnen. Alles wegkopen daar, plat gooien. Die mensen naar Brabant brengen, dan krijgen ze een beetje levensvreugde, want ze zijn vissenstuk. En dan komen we hier maar lekker wonen en hebben plek zat voor het gas. Kunnen we goed gebruiken. De overheid zegt nu dat ze bij gaan springen. Moeten ze bij iedereen bijspringen of zeg je dan eigenlijk doe het bij de mensen die het hard nodig hebben? Als ik in eigen belang denk, dan zeg ik iedereen. Maar ik kan me voorstellen dat je voor de mensen die wat minder te besteden hebben, dat je daar wat meer doet inderdaad. Ja. Dus dat, En wat denk je van kernenergie? Daar ben ik niet op tegen. Dat is wel een heel politieke vraag. Maar, Dus wat mij betreft zou dat moeten kunnen. Maar de vraag is of mensen dat in hun achtertuin willen. Dat is altijd de discussie natuurlijk. Ja, maar dat is allemaal nog zo ver weg. Dat zijn geen oplossingen voor nu. En we hebben nu dat probleem. Ja, ik snap het. Dus dan hopen we maar dat we een hele zachte winter krijgen. Dan zal het misschien allemaal nog meevallen dat we niet hoeven te stoken. Anders wordt het dekentje op de sofa. Kernenergie? Nee. Ook niet? Nee. Het is wel schoon. Wel schoon. Maar? Maar, ik weet niet, ik heb geen vertrouwen in. Geen vertrouwen nee. in? Nee. Er zijn tegenwoordig genoeg nieuwe technieken in de kern en in de nucleaire industrie om dat op een goede manier te doen. Op een veilige manier. Daar zou ik wel voor zijn, ja. Er zit een kern in, ja. Ik zie het wel zitten. Ja, ja. Werkgelegenheid en veel goedkoper. Toevallig treffen we jullie hier op de ochtend nadat de overheid zegt wij gaan iets aan die energieprijzen doen. Jullie doen iets aan de energieprijzen, maar waar doen jullie wel aan? Wij helpen juist de mensen met het besparen van energie door de isolatie aan te pakken, sec in de woning. Maar dat streven wij al jaren naar. Ga naar je woning kijken, zorg dat je het optimaal geïsoleerd krijgt en geventileerd. Want het is niet alleen isoleren, maar het is ook ventileren wat van belang is. Waardoor je de kosten terug kunt gaan brengen. En wat ons nu overkomt met z'n allen, ja, dat zet alles op hol natuurlijk op dit moment. Hè.
En we merken het van Duits hier, met name de plekken, heel veel mensen het Bokstel, die hebben ook inderdaad problemen met het feit wat op hun af gaat komen. Ja. Het isoleren van hun woning, de kosten die bijgekomen, met name de energiekosten die nu echt de pan uit gaan reizen. Dus er moet wat gebeuren. Komen er daarom heel veel mensen vandaag bij jullie aan het huisje? In tiny house. Ja, absoluut. Heel veel mensen die echt nu praten over isolatie, over een hybride warmtepomp, over allerlei andere aspecten die van belang zijn om te zorgen dat zij volgend jaar nog hun energierekening kunnen betalen. En ik merk wel dat de daadkracht er is bij de mensen, maar ze willen wel hulp hebben. Als dat zou kunnen in de vorm van een subsidie, en laat de overheid maar eens meedenken met de plannen die beraamd gaan worden bij iedereen achter de voordeur. We hebben het nu over de warmtetransitie. Ja. Horen wij van deze meneer, kan de gemeente daarin iets betekenen? Ja, de gemeente is op dit moment bezig met een visie op warmtetransitie. Die komt eind van het jaar in de gemeenteraad. En een van de ideeën die daarin zit is om te kijken naar plekken waar je geconcentreerde hoogbouw hebt. Om daarna te kijken om daar een warmtenet aan te koppelen. Om dan bijvoorbeeld gebruik te maken van energie die bijvoorbeeld in de Dommel zit. Je zal dan misschien niet denken, maar ook daar zit er wel warmte in. Of anderszins. Maar op het moment dat je geconcentreerde groepen woningen hebt, zeg maar, die ook centraal voorzien worden van warmte, dan zijn dat eigenlijk de eenvoudigste plekken relatief gezien om de eerste stappen te maken in de warmtetransitie. En ik vraag het toch maar, Groningen weer open, hoe denk je daarover? Ja, is mijn vraag niet. Nee, ik vind niet dat je over de rug van die mensen... Nee, nee.